I fight for a nieuwe wireless generation. I fight for a draadloze generatie. En dat is heel belangrijk. Even kijken. We are determined to introduce a wireless generation in music lovers through digital high performance fidelity. Oftewel echt voor de echte muziekliefhebbers die echt alles willen horen, geen bit te weinig. En het is ontwikkeld door een aantal mensen die ook RAD ontwikkelen. Oftewel, ze noemen zichzelf ingenieurs, maar ze zijn ook audiofielen. En ik weet niet wie van jullie muziekinstrumenten speelt, ik doe het ook wel. En ik ben gek op goede vorm, maar ook van mooi geluid. Er zijn een weinig geluidsinstallatie die eigenlijk een live concert indruk kunnen laten horen bij de luidspreker. Dus door dat soort mensen is het ontwikkeld. Ze zijn er even door een passie en een heel lange ervaring inderdaad dingen te ontwikkelen die die kwaliteit kunnen bieden. Ze zijn geïnspireerd door muziek. Even wel weer aanwezig. Orto. Blue Sound. Dit is de Blue Sound Family. Laat ik even beginnen dadelijk met de kleinste. Die in het midden staat. Dat is de N100. En de N100 staat hier. In twee kleuren leverbaar. Zo wit als zwart. En de N100, je ziet het er bijna niet aan af. Maar waar zit het stukje techniek? Het is een wireless streaming apparaat. Het is ook een music player. In principe zou je hem zo kunnen aansluiten op de router. En klaar ben je. En de line-out draait digitaal versterker. Maar misschien is het beter om dat zelfs op een andere ding te doen. Op een van deze andere apparaten. Die zal ik dadelijk even laten zien. Dus dit is de N150. En dat is een actieve. Daar zit ingebouwd een versterker. En die staat hier. Er zit een versterker in, digitaal. Hij heeft ook een optische digitale uitgang. Hij heeft ook een USB-aansluiting en dergelijke. En hij heeft ook wifi-techniek. Hij heeft ook een LAN-aansluiting en dergelijke. Dit is de V500. Dat is een uniek apparaat. En die zult u never nooit meer vergeten na deze presentatie. Wat er was. Wij denken dat het een enorm gat in de markt is. Want er zijn best wel heel veel consumenten die zeggen van computers heb ik niet zo verschrikkelijk veel verstand van. Ik wil ook niet eigenlijk op mijn computer aan laten staan om daar energie uit te halen via mijn netwerk. Ik weet ook niet hoe dat moet als het vastloopt, dan weet ik niet hoe moet het dan. Dit is een harde schijf, ofwel een kluis. Daar kan je bibliotheek in staan. Maar het is ook een streamer. Het kan zijn op netwerk, het kan zijn via wifi en dergelijke. Maar het is ook een ripper die perfect op vlak kan, kan rippen. En dat is uniek in de markt. Dan krijgen we de P300. Actieve luidspreker. De rest met de techniek van de andere doos. Dus een dikke versterker. Een dikke bas ingebouwd. Digitale versterkers. Digitale versterker technologie. Met een waanzinnige geluidskwaliteit. Maar ook een wireless streaming muzieksysteem. Home streaming. Wat houdt dat in? Streaming door het hele huis. U kunt het uitbreiden tot enkele tientallen kamers, enkele tientallen ruimtes. Je kunt het ook per kamer indelen en dergelijke. Dat is op een heel makkelijke manier te doen. Stream je complete digitale muziekcollectie en een cloud muziekservice naar elke kamer in huis. Je kent de internet, radiostation en dergelijke. Ook Spotify binnenkort wordt op dit moment aangewerkt. En dat hangt een beetje af van de nieuwe API die Spotify op dit moment aan het ontwikkelen is. Het zal niet langer duren. En dan kunnen we over dit systeem volledig Spotify streamen. En dat kan dan gewoon door je hele muzieklibrary heen. Dus misschien komt het ene muziek wel van je computer, de andere komt van die ingebouwde harde schijf. En dan is het live muziekje van Spotify. Intuïtieve bediening met elk iOS systeem of Android systeem. Dus het maakt niet uit of je erop aansluit. Sommige mensen doen dat bijvoorbeeld met een iPad doen. Lekkere grote, geen groots bedieningscomfort. Multiroom kamergroepen. Speciaal dezelfde muziek overal. Of stream verschillende muziekbronnen naar elke kamer. Het is de werkelijke, echte digitale performance. De basis van het hele Blue Sound systeem, belangrijk voor u om te weten, is 35 bit
844 kHz. Oftewel makkelijk Nederlands, zegt de vele van u, weet wat we daarmee bedoelen. Ook als je de zaak wat zachter zet, komt het geluid toch heel goed over. Dus deze overbind heb je echt nodig. En alle veelvouden hiervan kunnen worden tot gehoor gebracht. Zet hem heel goed vast. Daar digital, gepatenteerde foutcorrectie, geen analoge circuits, perfecte non-noise digitale. En daar staan de versterkende circuits voor gegarandeerd. Losless, vlak, afspelen en rippen. En dat kan dus gebeuren in deze met die ingebouwde volt, die ingebouwde harde schijf. Die kan dus gewoon het cd'tje erin. Even geduld, want een goede rip kost wat tijd. Er zijn hele goedkope softwarepakketjes op internet, die kunnen ook rippen, maar vergelijk het niet met deze kwaliteit. En je krijgt de cd ook weer netjes terug, dat is ook belangrijk. Rippen en MP3 kan natuurlijk ook, maar dat raden we niet aan. Gewoon lekker op vlak doen, dan zit er geen geluidskwaliteit. Daar heb ik toch een paar keer foutcorrectie, geen analoge circuits. Dat zijn losse vlak afspelen en rippen, plus decoderen in alle standaard formaten. Dat kan hij ook, want hij heeft ook een USB-aansluiting. Dat hebben ze trouwens allemaal. Dus als je er USB in stopt, kan hij dat muzikaal tussendoortje, wat voor vreemd formaat het is, gedownload. Ziet hij razendsnel, kan hij ook zo goed mogelijk decoderen en laten horen. Kortom, tot zover. Het is een makkelijk systeem. Dus makkelijk installeren.